bezoek op Eindhoven Airport. Dat was het deze zomer. Volgens de luchthaven waren er in juli en augustus evenveel passagiers als in diezelfde maanden voor de coronapandemie. In totaal telde het vliegveld de afgelopen maanden meer dan 1,3 miljoen reizigers. Grote passagiersstroom zorgde ervoor dat er soms lange rijen ontstonden. Sta je al lang te wachten hier in de rij? Ik denk nu ongeveer 1,5 uur, zoiets. Ik had liever geen muziek gehad en dat er niet zo'n lange wachtrijen zouden zijn. Maar... Volgens Eindhoven Airport hebben uiteindelijk 300 mensen een claim ingediend bij de luchthaven omdat ze hun vlucht misten. Om de wachttijd te beperken werd er extra beveiligingspersoneel aangetrokken. Ook kregen beveiligers in de zomermaanden meer salaris.